voor. Stop recording video. Hi guys. Welkom terug op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik bij me Sabora. Safi Coco. Ja. Ik ga vandaag mijn dreadlocks losmaken, weghalen. Losmaken. Ik wil jullie wat meer informatie geven omtrent mijn dreadlocks. En de meest gestelde vragen eindelijk beantwoorden. Ja, wat ik allemaal met jullie wil delen. Wat ik vind dat jullie ook moeten weten. Dat vooral prijs. Als je het permanent wil, als het dat kan. Waarom ik vind dat je haar veiliger is hiermee dan met valse vlechten enzovoort enzovoort. Oké, laten we direct beginnen. Vraag 1. Wat zijn dreadlock extensions? Of wat is het verschil tussen dreadlocks extension en faux locks? Het verschil bij faux locks. Vlecht je dat haar eerst, jouw eigen haar. Of je vlecht het met vals haar om het wat langer te maken. Dat hangt ervan aan van je lengte. Mm. Want als je eigen haar al lang is, dan heb je geen vals haar nodig. Snap me even. Okay. Dan zet je dan je kruisvlecht of wat je dan ook gebruikt rondom je haar. Maar bij die dreadlock extensions maakt ze dat haar al vast. Ze haakt het. Ze maakt je rastervlecht al. En dan stop ze je haar. Is het als een tube. Stop ze je haar erin. Dat is het. Dat is het verschil. Tweede vraag is. Waar hebben we onze dreads gedaan? Bij. Malika Tam. Yes. Black Doll Hairstyling. Ja, Black Doll Hairstyling. Volg haar op Instagram, Facebook en ook op YouTube. Ze heeft een YouTube kanaal. Ja. Dus bij Malika Tam heb ik het gezet. Van mij ga ik losmaken. Maar Sephora heeft van haar gelaten. Permanent. Yeah. Hoe lang heb je het al? Een jaar en 5 maanden heb ik het al. Van haar al 1 jaar en 5 maanden. And this is my new growth. Ja, dat is er bijgegroeid. Hoe close? Yes, that is the growth. Wat had men nog meer gevraagd? Wat kost het? Ja. De mijne zijn lange. Hoep. Die kosten 1200 SRD. Je mag, je geeft eerst een voorschot. En dan gaat ze ze maken. Dan is ze zeker dat je interesse hebt, dat je het wil zetten. Dan gaat ze die lokjes alvast maken. En dan wanneer je ze vast gaat zetten of vast gaat maken, dan betaal je de rest. Ja, het duurt niet lang voordat je je haar gaat zetten. En het is echt snel gedaan. Het dus is heel snel gedaan. Je ziet dat ze het al jaren doet. Het is heel snel gedaan. En je kan dat haar jaren gebruiken. Dus. Yes. En de mijne hebben 650 SRD gekost of 600 SRD. Hou me ten goede, een van die twee. Ik denk 600. Ja, 600 SRD. En ze waren korter hoor, nu de haar is gaan groeien, maar ze waren korter. Ja, ze had mij gaat foto's zetten. Ik ga proberen om foto's te zetten, om jullie te wijzen, om het te laten zien. Ja, de mijne waren 1200, van Sephora 600, omdat ze korter waren. Maar ik denk dat ze in tussentijd, wanneer jullie dit zien, heeft ze al een prijsverhoging gedaan voor de locks. Want zoals jullie weten, wordt alles duurder en ook dat haar waarmee het gemaakt wordt. Dus. Ja. Waarom heb ik ervoor gekozen om het niet te maken? Omdat eerlijk gezegd, als je Sephora kent, Sephora heeft letterlijk alles al gedaan met haar. Alles. Het was, noem maar op welke kleur. Dan ook. Het was kort, lang, dit en dat. En ik hield altijd van dreads, maar ik denk ik had geen geduld, of ik heb nog steeds geen geduld, om te starten, zo kort en dan. Dus ik wilde het. Is een cheat. Is een cheat om direct. Maar ook omdat Mariette dit al had gezet. En ik vond het zo sexy. Vond het zo mooi.
Je wil maar niet weten. Dus daar heb ik ervoor gekozen om me toe te zitten. En ik was like, ik ga het niet meer losmaken. En het is gewoon opstaan en dit doen. En dan ben je al... You're done. Dat haar is... Het maakt je leven echt gemakkelijker. Ik ga niet voor je jokken. Daarom heb ik het ook zo lang gelaten. Mm-hmm. Het maakt je leven echt gemakkelijker. Ik heb deze gezet in december. 2 of 3 december. Ja. 2019 heb ik ze gezet. Heb ik ze weggehaald begin of midden februari. En dat eind februari heeft ze voor ze weer voor me vastgemaakt. En ik denk in april, toch? Mm-hmm. Heeft ze voor me geleerd hoe ik het zelf kan vastmaken. Daar heb ik een paar. Heb ik een paar zelf ververs. Vooral aan de voorkant heb ik dat opnieuw gedaan. En we zijn nu in mei en ik ga ze weghalen omdat ik op mijn jaardag mijn natural hair wil hebben. Dus ik ga deze baby's een pauze geven. Laten ze gaan rusten. Laten ze gaan rusten en dan kan ik weer even aandacht besteden aan mijn natuurlijk haar. En ook nog wat je niet moet vergeten is als je deze dreadlocks extensions hebt gezet. Dat je het niet langer dan 3 maanden in je haar moet houden. Als je langer dan 3 maanden in je haar houdt, zet dan... Gaat je haar knotten. Zeg ik het goed? Ja, het gaat, je haar gaat plak, gaat vast worden dan. Ja. Als een lock eronder. Gaat lokken. Het gaat lokken eronder. Ja. Dus dat is ook iets dat Malika ons heeft gezegd. Als je ze niet permanent wil, raad ze je aan om het niet langer dan 3 maanden te houden. Mm-hmm. En als je het permanent wil, dan... Just keep it in. Just keep it in. En dan telkens gaan, hoe noem je het, instoppen. Instoppen. Ja, telkens gaan instoppen, zodat het netjes blijft. Maar als je het niet wil lokken, als je het niet permanent wil, om de 3 maanden losmaken, je haar wassen, verversen en dan kan je ze weer gebruiken. Je mag natuurlijk ook weer bij haar gaan. Ze doet dat ook voor je. Ze maakt ze los. En ze zet ze weer vast voor je als je dat wil. Haar wassen is the same als je normaal haar wassen. Ja, hoe je die locks verzorgt. Mm-hmm. Dus ik was ze gewoon met shampoo. Ik focus natuurlijk eerst op mijn hoofdhuid. Ik ga mooi schuren, alle vuil los krijgen met mijn vingers, losmaken met mijn vingers. Mm-hmm. En dan spoel ik en wanneer dan die shampoo langs mijn dress gaat, dan je weet, dat trek ik het mee, zodat het vuil mee kan nemen en zo. En Malika had ons wel aangeraden om geen olie of geen producten te zetten op je haar. Maar ik persoonlijk, wanneer mijn haar nat is geworden, wordt mijn kroeshaar droog en ik hou niet ervan. Want dan, je dread heeft een soort shine en dan is je kroeshaar droog. Dus ik heb toch... Ik heb dus toch olie gebruikt voor mijn haar. Mijn oliemix heb ik gebruikt. En dus ik zet ook gewoon olie voor mijn haar. En ik was mijn haar wel optimaal. En ik was mijn haar liever met dreft. Dreft is een ding, hè? Ja, een afwasseep. Mm-hmm. Maar het is wel populair onder de dreadlocks mensen om het te gebruiken. Dus dreft, die groene appel. Het is waarschijnlijk goed. Want... Ja, het haalt alles weg. En ik heb ook eens, hoe noem je het? Ik heb ook eens die detox geprobeerd. Van YouTube. Ja. Ja. En dat was, het heeft ook wel veel vuiler uitgehaald. Oké. Okay, maar hoe heb jij geleerd om het te doen? Om het vast te maken? Want zij ik zag het op een YouTube channel van een dame. Die ze had ook haar eigen dreadschap. Nee, toen hadden ze het in pakjes gekocht. Maar die vond ik niet zo leuk. Die van Malika vind ik leuker. En zij realistischer. En Malika kan het ook heel goed doen. En ze heeft de verschillende kleuren, niet alleen zwarte. Ja, ze heeft rood. Trouwens, als je op haar page gaat, ga je ze zelf zien. Ze heeft mooie bordeaux, blauw, blond. Ze kan zelf een mix doen van zwart en bruin, zwart en rood, noem maar op. Dus ja. Ik heb het op een YouTube kanaal gezien. Ik was like, laat me het proberen. En ik heb het geprobeerd bij 1 en toen hebben we alles gedaan. Hebben we allemaal gedaan. Yes. Het heeft wel lang geduurd bij mij, because I'm not a pro, maar het is goed gekomen. Ja, het is toch wel goed gekomen. En hoe langer je ze houdt... Hoe mooier ze zijn, dus hoe ouder die vlechten worden, hoe mooier. Oh ja, wel een tip die ik heb. Ik denk bij mijn Valentine shoot, daar was mijn haar al helemaal gekrukt. Hiervoor was al behoorlijk gekrukt. En dan gebruik ik
Want ik weet dat er sommige mensen zijn die van die sleek look houden voorin. Daarvoor heb ik die got to be gebruikt. Die got to be glue. Daar, jette. Ja. Ik had het ook voor Sephora gebruikt in die shoot. Ik ga foto's plaatsen zodat je kan zien. Dan zie je dat hier lekker sleek blijft. Wanneer je hier al een mooie uitgroei hebt, kan je hem toch sleek houden. Als je vindt van ja, ik wil het toch. Ik vind het niet netjes. Ik kan niet ertegen. Dan gebruik je die got to be of die eco. Maar die eco werkt niet voor mij. Ook het blijft niet. Het blijft niet. Dus dan gebruik ik die got to be glue. Dit. Voor mijn edges. Als je me op Instagram volgt. Doe mijn edges. Als je me op Instagram volgt. It's not the time. Als je me op Instagram volgt, dan heb je die Valentine foto's gezien. Dus nu ga ik ze losmaken. En wegzetten. Je kan ze wanneer ze losmaken, kan je ze natuurlijk. Maar Lika zegt, je kan ze gewoon wassen in een wasmachine. I would not even. No? No. Maar ze zeggen, ik kan ze gewoon wassen in de wasmachine, maar ik ga ze dan losmaken. Die sieraden eerst weghalen. Dan gaat ze voor als ze voor me detoxen. Dan gaat ze voor als ze voor me komen detoxen. En dan ga ik ze, wanneer ze droog zijn, ga ik ze dan wegstoppen ergens. Tot misschien december. Nee, zo lang meels. Nee hoor. Anyway. No conja amore in de zaak. Ik ga ze wegstappen voor een bepaalde tijd. Yes. Anyway. Anyway, oké, nu ga ik ze losmaken. Ik ga jullie misschien drie, toch? Oké. Ik ga jullie misschien drie locks wezen. Want ik ga niet hier voor die camera zitten en allemaal. Oh ja. Ik heb de eerste keer had ik 56 locks. Toch? Oh ja. De eerste keer had ik 56 locks. Mm. Toen Sephora ze voor mij heeft gezet, heeft ze 53 gezet. Dus je kreeg ook behoorlijk locks om mee te werken. Mm. It's time for the takedown. Ga je zelf weer nog moeten doen? Nee, ik wees even. Ik wees even, ik laat die mensen zien wat er op mijn edimacation gebeurt. Maar ik ga wel like close-up zodat ze kunnen zien. Zo. Dus jij gaat haar. Gewoon niet zomaar trekken, snap je? Zie je? Wat is maar deze? Ja. Okay. Zien jullie dat? Kijk maar achter. Pauw! Wat nou, je moet die mensen wezen toch? Wat? Je moet ze wezen van kijk hier, dit is mijn haar. Het was hierin. Mm. Snap je? En dus lengte aan verbonden, het komt met centimeters. En hier is die lus waarmee het wordt vastgemaakt. Aan jouw vlecht twist. En dan gaat je eigen haar hierin. En dan gaat mijn eigen haar hierin. Okay. You see? Ja. En dan geeft het de ruimte om te groeien en te groeien en te groeien. You see? Ja, bij sommigen moet je gewoon je eigen haar losmaken. Je eigen haar losmaken. Vooral als het al een beetje is gaan klikken en zo, dan moet je je eigen haar losmaken. Kun je je eigen haar nu losmaken alsjeblieft? Hierna? Nee, je eigen haar. Ja, hier verleg. You see that? Kom toe lengte. Daar is er nog een lusje. En daar is mijn haar. En daar is dit. Zie je zo snel het gaat? Mijn baby's. Je pas snap ik waarom mensen met dread zo gehecht zijn aan hun haar. Ik denk dat ik in de toekomst echt ga lopen hoor. Ik denk, ik ben nog niet zeker. Want nu loopt mijn afro en mijn twist-outs. Misschien willen die mensen ook zien wat je daar doet.
Ik hoe lang daar, weet je hoe lang ik aantrek aan haar? It's the growth, baby. Oeh, kijk zo. Ik ben benieuwd naar mijn volgende twist, auto mijn haar gaat zitten. Ik ga natuurlijk eerst punten. Want... Nu moet ik dat lusje zoeken. Naast... En het is niet moeilijk te zoeken hoor, dan kijk je. Hier heb ik het. Maar zo'n lange protective style, dan wordt het wel tijd om een beetje te knippen. And we are back. Ik heb alles losgemaakt. Of nou, maar zeg ik. Sorry, excuse moi. Sephora heeft alles losgemaakt. Sephora, hoe laat is het? 3:15. Het is 3:15 a.m. Weet je wat AM betekent? Een manting. Die M R manting. If A, ik weet niet wat voor die A is, maar die M is manting. 3 manting. Kijk hier. Hier kan je me uitgroeien zien. Toen het werd gevlochten was het helemaal plat zo. En nu zie je, kijk uitgroeien. Sephora. En ik heb een lengte, kijk, het wiebald. Mensen, het wiebald. Oh ja, kijk die dreads hier. Huh? Ik voel me zo kaal. Oké, schatjes, hierbij sluit ik deel 1 van mijn video af. Deel 2 ga ik jullie dan laten zien hoe ik mijn haar behandel na een lange, langdurige... protective style. Want gewoonlijk was ik mijn haar snel like shampoo, conditioner, heel snel gedaan. Maar na zo'n langdurige protective style waar ik olie heb gebruikt, bepaalde dingen zijn gaan zitten op mijn haar, dan doe ik een paar dingen extra, niet te veel. Want ik ben lui. Maar ik doe gewoon een paar dingen extra, misschien een deep condition of zo. COVID. Y'all seen it. En dan ga ik nu meteen deel 2 filmen. Zodat je kan zien hoe ik mijn haar behandel. Wat voor behandeling ik doe. En dan ga ik misschien in de volgende video dan. Dus na die part 2. Ga ik met jullie delen de producten die ik nu gebruik om mijn haar te verzorgen. Zijn er nog vragen, plaats die in de comment section. Ik zal ze beantwoorden. Ben ik iets vergeten? Zeg je van, nee, maar ik wil weten hoe dat, plaats hem alsjeblieft in de comment section voor me. En dan ga ik hem beantwoorden. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. En share deze video voor me. That's all I ask. Bye bye.